Hoor ik nou een vaag geluid? Of was dat... In mijn kamer. Wow! Oké, dat is niet in mijn kamer. Yo mensen, mijn naam is Damien en welkom terug bij weer een gloednieuwe Lord of the Rings Not Survival van XNL. Jongens, ik sta even in dit pauzeschermpje. Want als je al een beetje goed kijkt, dan is er iets gaande. Dat klopt, ik laadde net mijn wereld en ineens werd ik aangevallen. Dus ik dacht, oké, weet je, ik loop even weg en mijn legertje gaat het wel doen. Maar mijn leger, zoals je kan zien links, dat staat daar nog gewoon. Want ik heb ze op halt gezet. En ik word nu aangevallen door 3 of 4 mensen. En ik dacht van, yo, mag ik even gewoon nog gaan opnemen? Dus ik zet hem op pauze. Maar, oké, let's go. Oh, het zijn er nog maar 2. Het zijn er nog maar 2. Maar dat was vet vaag. Ze hebben serieus net 1 van mijn mensen gekild hier. Hier zo. Dat was vet raar. Ik bedoel, het was ook gewoon dom. Ze kwamen van hier, van die kant. Ze renden hier doorheen. Serieus. Daarom staan ze ook hier. Is er een gat. Ze gingen hier doorheen. En ze namen die dude gewoon echt mee hierheen. En hier ongeveer ging die neer. En die dude deed ook gewoon niks. En hun staan ook allemaal te kijken gewoon. Jongens. Een van jullie vrienden is net gewoon neergegaan. Het boeit ze echt... Gewoon wegkijken ook gewoon. Het boeit gewoon helemaal niks. Oké, nou, jullie probleem. In ieder geval jongens, voor vandaag. Ik heb eigenlijk wel een cool ideetje. Want ik zat dus een beetje te denken hoe dat allemaal werkt nu met die squadrons. Want dit is dus de Fonolulu squadron. En dan zat ik te denken, je kan eigenlijk dikke tactieken mee doen. Want zeg maar, je hebt dan een squadron met alleen maar mensen met een zwaard bijvoorbeeld, zoals dit. Dan heb je nog een squadron met alleen maar mensen met een boog. En dan roep je dus eerst de boog naar voren met je hoorn, want die komt dan. Of nee, wat? Hoe doe je dat dan? Ja, je roept eerst de boog, want de boog moet natuurlijk eerst aanvallen. En als dan de vijand dichterbij komt, dan roep je de zwaarden en die komen dan en dan... Dude, dat is vet cool. Dat lijkt net op zo'n game, hoe heet dat? Rome Total War. Mensen hebben mij gevraagd of ik dat gespeeld heb, of Medieval Total War. Überhaupt gewoon Total War. Ik heb die games gespeeld, ja, dat vind ik hartstikke tof. En dan kun je ook echt, moet je eerst de archers naar voren zetten en dan daarvoor de zwaarden mensen en zo. Vet cool, dus dat kunnen we doen. En ik dacht ook, misschien kan ik ook een soort Fonolulu Elite Squadron maken. Dus met echt supersterke, gewoon een groepje van 5 of zo. Gewoon een supersterk groepje. Alleen volgens mij kan ik alleen maar of deze of met zo'n Bloken mensen huren. Volgens mij wel, en daar baal ik echt heel erg van. Je hebt ook, ik weet niet of je een banner bearer hebt, dat weet ik niet, maar volgens mij is je... Oh nee, komen ze weer! Nee, shit! Vecht! Ja, go! Holy shit, daar zijn ze weer hoor. Uit het niets! Oh, dat was, ja, dan gaat de zebra weer neer. Hier staat er nog één. Pak hem jongens! Geef mij de last hit, please. Oké, nou dan niet. Zie je dat? Ze komen echt ineens uit het niets. Nou, daar kan ik niet op zitten, helaas. Maar... Wat ik dus zei, voor zover ik me kan herinneren, zijn er alleen maar deze mensen of mensen met zo'n Bloken. En voor de rest heb je niks. Dat vind ik echt heel jammer. Als er nou nog eentje hoger was geweest, net zoals bij Gondor, heb je dan Gondor Tower Guards. Ja, ik kan misschien een groepje Gondor mensen gaan huren. Heb ik daar alignment voor nog überhaupt? Gondor. Oh, 236, holy shit. Oh, nu zit ik te denken. Of Dol-Amroth mensen. Maar dan, dan heb ik dit en dan heb ik ineens Gondor mensen ertussen staan. Dat is wel een beetje vaag. En ik heb zelf ook deze kleren aan, dus... Huh, wat gebeurt er? Wat de hel? Waarom kan ik niet zo kijken? Als ik zo draai, dan zit ik ineens in mijn gezicht. Zit iets voor mij? Zit dit voor mij? Kan ik dan niet doorheen kijken? Wat? Wow, we hebben een glitch gevonden, jongens. Je kan niet door dit gras heen kijken. Dat ziet hij als een heel blok. Oké. Oké. Glitch gevonden, jongens. Holy shit, yes. Laten we nog even dat kampje uit gaan moorden. Want ik moet natuurlijk nog steeds die quest doen. Ik heb daar nu 9 van de 21. Dus ja, als jullie mij even ook een paar kills kunnen geven, dan zou dat heel fijn zijn. Hebben we dit kampje al gehad? I don't know. Nee, dat hebben we nog niet gehad. Hier zijn nog mensen. Get out of here. Get raped, bra. Oh, 2 hits. Pff, 2 hits en hij is neer. De zwakkelingen hier. Holy shit. Dat is allemaal stront. Dat heb ik niet nodig. Jongens, hier staat er gewoon één. Waarom pak jullie hem niet? Het staat gewoon hier. Nou, dan doe ik het wel, hè. Ik krijg lekker kiltjes ervoor. Holy shit, er staan er veel. Jongens. Oké, nu mogen jullie wel helpen. Get him. Oh, nee, niet vallen. Ja. Dit is mijn leger. Ja, dit is echt het niveau van mijn Fonolulu leger, denk ik. Jongens, please. Kunnen jullie eruit teleporteren?
Holy shit, er spannen die net 4 ineens. Jongens, kom uit dat gat! Kom uit het gat! Waar komen jullie ineens vandaan? Oh, ze zijn uit het gat. Waarom kwamen ze dan van achter? Dat was vaag. Wat de hel? Waarom doet mijn leger zo raar, jongens? I don't know. Dude, ik zie echt ineens vet veel Morodai mensen, joh. Dat is niet normaal. Jongens, pak deze dude op dit paard, gek. Of een paard. Zebra. Paard. Wie schiet er op ons? Ik hoorde iemand schieten. Is dit een warrior? Volgens mij is dit een warrior, of niet? Oh, nice. Ik heb een warrior gekillt. Ik kreeg er coins voor zelfs. Hoeveel moet ik er nog? Misschien kan ik hem wel afmaken. Nog... Oké, nog 9. Misschien. Jongens, ik ga gewoon een beetje hier tussendoor lopen. Dan pak mijn legertje vast niet degene die ik wil. Oké, of wel. Oké, dan pak ik... Als we hier nog bezig zijn, dan pak ik deze. Deze is voor mij. Deze is voor mij. Yes. En dan pak ik deze ook, want deze is ook voor mij. Ja, ja, ja. Nee, deze. Ja. Nee, nog 1 hit. Come on. Jongens, geef mij die kill. Oh my god, ik moet oppassen als ik niet doodga trouwens. Holy shit. Yes. Nee. Door wie? In mijn rug? Oh nee. Oh nee, mijn leger. Wacht even, ik wacht even tot ze klaar zijn met vechten. Oh jongens, hier gaat het niet goed. Dit is 1 op 1. Achter mijn zwaard. 1 op 1. Oh nee, het is niet 1 op 1 meer. En nu komen ze allemaal terug. Jongens, ik ben neer. Oh. Oké. Respawn. En dan? Oh nee, waar is mijn leger dan? Shit. Nee, nee, nee. Ik moet terug naar Latest Death, denk ik. Latest Death. Teleport. Oh shit, ik heb helemaal niet aangedacht hoe dat zou werken als je dan doodgaat. Oh, waar ze dan zijn, zeg maar. Dat heb ik nooit echt ontdekt. Want ik heb niet zo vaak een leegtje gehad. I don't know. Maar jongens, laten jullie even weten in de reacties. Wat jullie ervan zouden vinden als ik dus een soort, een klein groepje Gondor of Honolulu Elite mensen maak. Maar, moet dat, ja, dat moeten dan wel andere mensen zijn. Ik bedoel... Ja, ja, Gondor of elven of rangers, I don't know. Laat het gewoon weten in de reacties. Wat voor mensen moeten er in de Honolulu Elite Army komen, jongens? Laat het weten in de reacties, ik ben heel benieuwd. Het Gondor zou dus het makkelijkst zijn. Want daar heb je die Gondorian Tower Guards. Die zien er wel echt elite uit, zeg maar. Die zien er speciaal uit, dus dat is cool. Mag ik deze XP oppakken? Holy shit, ik ben een dikke god. Oh, en ze zijn ineens weg. Kan ook. Laat het weten jongens in de reacties, dan ga ik het proberen te fixen voor de volgende keer. Maar dan moet ik misschien nog wel wat alignment fixen. Ligt natuurlijk aan wat jullie kiezen, maar hey, ik vertrouw in jullie. Oh, come on, geef mij een killtje please. Eén van deze killtjes. Ja, dat had ik. Come on, mag ik er nog één? Nee. Hoor ik nou een vaag geluid of was dat in mijn kamer? Wow, oké, dat is niet in mijn kamer. Fucking krokodil. Oké, hier zijn ze. Oh, sodomiet erop, man. Ik haat krokodillen. Gadverdamme. Ja, wie haat krokodillen niet, denk ik dan. Ah, hij beet me. Oké, deze krokodillen moeten even allemaal opzouten, gek. Dat doen we niet aan. Kom op, wegwezen. Sodomiet erop met je krokodillen. Ik zweer het. Pak deze dude ook meteen. Sla hem van zijn zebra af. There we go. Ik had een kill ook nog. Nice. Oh, ik ben gepoisoned. Shit. Alright, deze is voor mij. Jongens. Deze is voor mij. I got him. Got him. Nog 1 hit. There we go. Oh, ik ben bijna dood. Ik ben bijna dood. Shit. Heb ik arrows? Oh, kijk. Ik heb arrows. Oh, helaas. Ik mis ze dus allebei keihard. Maakt niet uit. Laat ik even healen. Hoeveel moet ik er nog killen, jongens? Come on. Nog 5. Alright. Kunnen we doen. Dat kunnen we sowieso doen deze episode. Come on, let's go. Dat is een krokodil. Ik hoorde dat en ik denk, huh? Is dat nou hier? Want ik herkende dat helemaal niet. Maar een krokodil maakt niet zo'n geluid. Een krokodil maakt een veel lager geluid. En dat gegrom. Niet of zo. Kom je eens nadoen. Auw, ik heb last van mijn keel trouwens. Dat had ik niet moeten doen. Als jullie trouwens de episode van vanmiddag van Shadow of Mordor hebben gezien, dan wisten jullie al dat ik last van mijn keel heb. Ik weet niet, ik heb echt keelpijn. Het kwam wel een beetje op, maar vandaag is het echt heel erg. Als ik moet slikken, doet het zo pijn. Holy shit. Dus ik probeer gewoon deze episode vol te houden. Maar misschien stop ik hem ietsje eerder. Want ik voel hem nu al aankomen. Maar jullie kunnen het al zien aan de lengte van die video. Maar I don't know. Normale lengte is ongeveer 15 tot 20 minuten, denk ik. Ik kan het wel halen hoor, denk ik. I don't know. Ik weet het niet. Maar ik moet wel eerst mijn quest halen. Please. Holy shit. Geef mij deze. Wow. Ze kwamen ineens heel snel aanrennen. There we go. Ik pak deze warrior wel, jongens. Deze warrior is voor mij. Come on. Yes, ik had hem. We hadden hem. Nice. Ik ga weer bijna dood, trouwens. Oh, jij wou op mijn rug komen, hè? Ik zag het wel. Geef mij nou die kill, jongens. Come on. Oh, last hit. Heb ik het nu?
Oh, nog twee. Ik moet even healen. Heb ik nog eten? Oh, damn. Ja, 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 we hebben sowieso nog eten, toch? Ik heb cooked zebra. Gaan we daar maar. Oh. En kijk eens wat ik hier heb. Kijk eens wat ik hier heb. Waar kwam die nou weer vandaan dan? Yo, gast. Is dat karma? Is dat serieus instant karma? What the fuck? Ik laat hem cooked zebra zien. Oké, okay, dat is sowieso karma. Hoe erg is dat, jongens? Hoe erg zou het zijn? Dat doe je toch niet? Je gaat toch ook geen bacon voor een varken houden? Dat kan je toch ook niet doen? Oké, okay, sorry. Sorry. Waar komt die vandaan, though? Ik weet het niet. Waar is mijn leger? Yo, Fono. Fono. Fono Lulu. Oh, ik mis allemaal XP hier. Holy shit. Laat ik daar even overheen lopen, neem ik het vast mee. Ook al gaat het om me heen zweven door de lag, maar I don't care. Waar is mijn leger? Oh nee, mijn leger is wel meegeteleporteerd net. Oh nee. Oh no. No, no. Oké, okay, roep ze. Ik roep ze. Ik roep ze. Nee, ik moet die summon. Dan moet ik zo'n summon... dinges. Hoe heet dat nou? Summon horn hebben. Oh my god. No way. There we go. Get wrecked. Maar mijn leger. Shit. Want als je ergens dichtbij in de buurt... spant, als je doodgaat, dan teleporteert je leger gewoon mee. Maar ik dacht, ik ben vast weer ver weg, dus ik drukte maar vast op teleport terug naar de laatste death, maar... Oh no. Jongens, hoe kom ik er nou achter waar mijn leger is? God, moet ook weer iets fout gaan, hè? Altijd moet iets fout gaan. Get out of my face. Sodemiet erop. There we go, ik heb wel de quest voltooid, toch? Hehe, we hebben de quest voltooid. Van wie was die eigenlijk? Mufundisi. Alright. Jongens, mijn leger is weg. God damn it. En nu zit ik hier helemaal alleen met al deze enge mensen. Oh my god. Maar ik heb hier toch niks meer te zoeken eigenlijk. Dus laat ik maar gewoon teruggaan naar Honolulu. Jongens, laat jullie in de reacties weten hoe ik mijn leger nu terugkrijg. Ik weet nog waar ik was, jongens. Don't worry. Ik was, even kijken, hier zo. Bij dit ding. En ik heb ook nog Latest Death daar staan. Deze. Dus jongens, help. Mijn leger is weg. Honolulu is onbewaakt. Ik heb alleen maar hun dekken daar ergens. Die bakt er ook niks van. Dus ja, ik heb mijn leger nodig, jongens. Goddammit. Of staan daar mensen van het leger? Is dat... Jongens? Hebben jullie een zwaard? Heb jij een zwaard? Oh, natuurlijk heb je geen zwaard. Heeft één van jullie een zwaard? Kan één van jullie... Ja! Ah, hij heeft een blowgun. Deze man. Hoe heet je? Kanza. Jij moet heel veel van de Lulu verdedigen, man. Ik zweer het. Right? Ja? Ja. Oké, okay, hij zei ja. Hij zei een lange tekst, maar hij bedoelde ja. Dat haalde ik eruit, oké? Okay? Nice. Wat wilde ik hier doen? Wat wilde ik hier doen? Oh ja, de quest inleveren natuurlijk. Is dat bij deze dude? Zit hij hier? Mufundisi, die zit inderdaad daar. Kijk wat we ervoor krijgen. Laat ik even eerst weer wat shit wegleggen. Zodat ik goed kan zien wat ik van hem krijg. En hoeveel alignment vind ik ook belangrijk natuurlijk. Oh, we hebben nog drie bronzen. Oh, really? Echt waar? Oh, dan kan ik daar toch weer even een hoorn van maken dan. Shit, hoe maakt hij ook alweer een hoorn? Oh, wacht, volgens mij was dat hierin. Maakt hij dat niet gewoon zo? Horn of Command. Want dan moet ik eentje hebben met Summon Units, toch? Met Summon Units. Ja, dus doe ik zo. En dan Summon Units. Maar gaat dat werken hier? Ik denk het niet, toch? No! Oké, wacht. We gaan straks terug naar mijn latest dev. Ga ik er weer op blazen en dan kijken of ze terugkomen. Zou goed moeten komen. Oh, dan heb ik nog steeds niet mijn stuff weggegooid. Goddammit, Damien. Doe niet zo onhandig. There we go. Alright, even kijken. Iron, dat kan ik wel even hierin stoppen. Waarom niet? There we go. Heb ik nog meer wat ik kan smelten? Wat ik moet smelten? Nope, gravel, get out of my face. Baobab sapling. Hé, die ga ik wel gewoon planten. Dat is geinig. Dat vind ik wel geinig. Jungle mud, whatever. Get out of my inventory. Oké. Okay. Waar zou ik deze planten? Ik vind hier wel een leuk plek voor een boompie. Dus daar een boompje. Hier een boompje. En hier een boompje. Geen idee hoe die dingen eruit zien, maar... Het zal ergens uit Moradine komen. Misschien is het wel zo een. Nee, dat is dat Mahogoni of zo. I don't know. Alright, we gaan naar Mufun. Kijken wat hij ons geeft. Ik ben heel benieuwd. Mufun, kom hier met die money. Woep. There we go. 4 en nog iets. Oh, 46? Wauw. Dus dat is... 86. Oké. Okay. Nice. Thanks voor de 86 coins. Of nee, ik had al wat silver coins. Nou, laten we het op 70 houden. Ik heb 70 van hem gekregen. Zoiets, denk ik. Thanks, bro. Oh, en ik heb precies 250
alignment. Nice! Dat is sick. Dat is vet hoog. Dat is echt vet hoog. Dan stop ik dan natuurlijk in mijn geld dingetje. Wow, ik dacht, waar is allemaal geld? Maar dat heb ik natuurlijk allemaal uitgegeven aan mijn leger. Die nu overigens weg is. Maar, we gaan het nu proberen om het weg of terug te halen. Ladies death, let's go. Teleport. Oh, please werk. Dan stop ik dit in mijn inventory. Oh nee, ik moet terug. Ik moet weer terug. Ik moet dan natuurlijk nog aan de groep of aan de squadron van Honolulu koppelen. Anders doet hij het niet. Oh my god. Tenminste, dat denk ik. Want zo gaat het tegenwoordig met squadrons. Even kijken. Die. En dan op Honolulu. Wel goed spellen, anders werkt hij niet. There we go. Werkt hij? Honolulu. Oké, hij moet werken. Let's go. Honolulu. Oh nee, Lady Steph. Ik word een beetje gek van Honolulu zeggen. Het is echt heel na. Oké, jongens. Please, kom terug. Summon. Really? Waar is mijn leger? Waar is mijn leger, man? Waar, kun je dat zien? Ik zie... Oh, no, mijn squadron. Mijn army, mijn elite. Gelukkig zaten er nog geen elite mensen tussen, maar damn. Oké, nog een keer doen. Come on, iemand. Nee. Nou jongens, ik heb geen idee. Als jullie het weten, laat het vooral weten in de reacties, want ik heb hulp nodig. Laat dus ook weten in de reacties wat voor elite mensen ik moet huren. Dus rangers, Gondorian, tower guards, elven, whatever. Laat het even weten in de reacties, jongens, dan ga ik het fixen. Wow, deze boog is groot. Jongens, bedankt voor het kijken van deze episode. Ik zie jullie maandag om 6 uur weer bij een nieuwe episode. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Vergeet ook niet te volgen op Twitter en Instagram. En dan zie ik jullie maandag dus weer. Jongens, nogmaals, bedankt voor het kijken. En ik zeg jullie, check jullie later.